Deze schade is net vanochtend gebeurd hier. Jacco Bos uit Aartswoud is er kapot van. Zijn peren worden kapot gepikt door meesjes, waardoor het fruit gaat rotten. De vogeltjes verjagen lukt niet, afschieten mag niet en het gebied afschermen is niet goed voor de peren. Hij leidt door de vogeltjes grote oogstverlies. Voor mij, voor dit bedrijf, ik heb een klein bedrijf, maar loopt die schade zo naar een 10.000 euro. Ja, dat is voor ons wel heel zuur, omdat we wat we nu in de jaren opgebouwd hebben aan samenwerking met de natuur, wordt voor ons nu in één keer afgebroken. Dat vind ik heel erg zonde. Dat is echt jammer. Ja. Een deel van de 10.000 euro aan schade werd eerst door het Faunafonds vergoed. Maar die regel is in 2017 afgeschaft. We hadden eigenlijk een goede oplossing. De uitkering die het Faunafonds, de overheid, hierbij had, was voor ons ook niet kostendekkend, maar het was wel voor ons een pleister op de wond. Volgens de Nederlandse fruittelersorganisatie zijn tientallen Noord-Hollandse telers de dupe. De schade is aanzienlijk. De belangenorganisatie heeft dan ook een rechtszaak aangespannen tegen het Faunafonds om toch geld uit te keren.